Daar waar gisteren de zon nog uitbundig scheen, ligt er vanochtend veel bewolking boven ons land. In het noordoosten van het land daar komt eventjes de zon nog door de hoge dunne bewolking heen, maar ook daar wordt de bewolking snel dikker vanochtend en vanuit het zuidwesten valt uiteindelijk op steeds meer plaatsen enige tijd regen. De temperatuur die is nog laag in het noordoosten. Daar vriest het vanochtend vroeg nog licht, maar uiteindelijk loopt de temperatuur vanmiddag op naar zo'n 8 tot plaatselijk 14 graden. De, zuidwesten, de zuid- tot zuidwestenwind is matig, kracht 3 of 4. En overal valt enige tijd regen. Maar vanavond dan is het tijdelijk droog. Al volgt vrij snel tegen de nacht van het zuiden uit en opnieuw een gebied met regen. De temperaturen blijven hoog, met 10 tot 13 graden. Ook morgen is het wisselvallig, met name in het noordoosten start de dag nog nat. Later is er af en toe wat ruimte voor de zon en valt er verspreid slechts een enkele bui. Hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, met zo'n 14 of 15 graden. En vooral aan zee een stevige wind. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Zondag veel bewolking en regionaal enige tijd regen. Maandag hebben we vooral met buien te maken. Tussendoor af en toe wat ruimte voor de zon. Dinsdag is er wat meer bewolking en, en al met al gaat de temperatuur geleidelijk iets naar beneden. Mijn naam is Wilfred Janssen en ik wens u nog een fijne dag.